zijn wetenschappers en het werk dat wij doen is fantastisch. Maar wat nou zo jammer is, is dat er zo ontzettend weinig aandacht is in het basisonderwijs voor wetenschap, waardoor je mogelijk een heleboel wetenschappertjes in de dop mist. Ja, het klopt inderdaad. Wetenschapslessen die zijn eigenlijk heel moeilijk te vinden. Natuurlijk kun je van alles downloaden, maar het is moeilijk om te bepalen welke informatie juist is. Op een basisschool leiden we kinderen op voor de toekomst. Maar leren kun je eigenlijk alleen maar als je daarvoor je brein gebruikt. Je brein, je hersens, dat geweldige orgaan. Zonder je brein kun je niks. Waarom zouden we dan niet kinderen leren om het maximale uit hun brein te halen? Dat is wat wij kinderen op school willen meegeven. Ik zie de laatste tijd of de laatste jaren eigenlijk steeds meer kinderen in mijn klas die een vol hoofd hebben. Kinderen voelen zich druk of hebben stress en weten zelf niet goed hoe het komt. Maar ze willen wel graag leren hoe ze ermee om moeten gaan. Wat wij belangrijk vinden is dat de nieuwe generatie beter leert hun brein te gebruiken. En daar kunnen wij als hersenwetenschappers ons steentje aan bijdragen. Het pakket bevat spelletjes, puzzels, strips en verhaaltjes. En dat maakt het leren heel erg aantrekkelijk. We hebben het ontworpen met Franse leraren, onderzoekers van het Donders Instituut en de non-profit organisatie Cogni Junior. Dit lespakket komt van de universiteit en dat is zo fijn, want je weet dat het goed is. Je weet de materialen die ontwikkeld zijn, die bevatten de juiste informatie. Het is allemaal digitaal, je zet het zo op het digitale bord klaar, niks meer te kopiëren. En voor de kinderen is het heel aantrekkelijk, omdat heel veel visueel is gemaakt. Daarbij is het gratis, dus dat maakt het ook heel aantrekkelijk voor jou als leerkracht om te gebruiken. Ja, ik vind het leuk om wetenschap te horen, omdat dan weet je wat er van binnen allemaal gebeurt. Nou, omdat ik dan kan weten hoe mijn eigen hersens werken. Dat er neuronen in zitten en ook komt er ook vuurwerk. Ja, omdat ik later ook wetenschapper wil worden.